Hey, dag lieve kijker. Sommigen nieuw, sommigen die al heel lang kijken. Ik ben dit kanaal zo'n 8 à 9 jaar geleden begonnen. En dan kom ik gelijk bij het onderwerp waarvoor ik nu even zo op deze manier bij jullie wil komen. Ik kreeg ineens af en toe zomaar spontaan een donatie. En dat kreeg ik toen niet per bank, want die had ik niet openbaar. En mijn PayPal-rekening had ik ook niet openbaar. Dus ik kreeg dan hele verrassende cadeautjes of kaart met geld via de post. En ik weet nog heel goed hoe hartverwarmend dat voor mij was. Dat ik dacht, wat, hè? Mensen geven me een cadeautje of geven me spontaan vanuit het hart wat geld, een bijdrage. En om een lang verhaal kort te maken, dat gebeurt nog steeds. Alleen mensen doen het nu, omdat mijn bankrekening en mijn PayPal-rekening wel openbaar is. Krijg ik nog steeds heel spontaan waardering in de vorm van geld voor wat ik doe. Wat ik eigenlijk nu al zo lang doe. Inmiddels dus al 8 à 9 jaar. En ik vergeet vaak om jullie daarvoor te bedanken. En ik doe het wel eens zo tussen neus en lippen door. Maar nu dacht ik, nee, ik moet het nu ook face-to-face even doen. En vooral om jullie dan daarmee ook te zeggen van het wordt ontzettend met veel liefde ontvangen. Ik ben er ontzettend blij mee. En en als jij ook voelt al een tijdje dat je dat eigenlijk ook wil, dat je me iets zou willen schenken, weet dat dat zeer, zeer, zeer gewaardeerd wordt. En en mocht je daar al een tijdje mee lopen en vergeet jij het iedere keer, zoals ik al regelmatig vergeet, om jullie daarvoor te bedanken. Nou, dit is de tijd om het dan niet te vergeten, want ik ben binnenkort jarig. 4 juli ben ik jarig. En dus als je dat dan toch wil, dan is dit het moment. Maar niks moet, hè. Het is puur omdat als je het een keer graag zou willen geven. Dat was het. Nogmaals, super dank. Heel erg blij mee. Het geeft echt blijk van waardering. Dat is een manier, hè. Geld uitwisselen is een manier om je waardering te uiten voor wat jij krijgt. En super. Dankjewel. En nu door naar weer een nieuwe reading voor jouw sterrenbeeld. Heel veel liefs. Bye. Dag lieve Leo. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching. Zo, met jou heb ik er dan weer 12 gehad. Algemeen, hè? Dus kan niet voor elke leeuw gelden. Dat kan niet. Jullie zitten niet allemaal in hetzelfde proces. Dus als het niet met jou overeenkomt, met jouw situatie, laat het dan gaan. En haal er anders je voordeel uit. Ja, als het wel een aha-ervaring geeft. Of heel veel herkenning geeft. Ook al spartelt het ego misschien tegen. Dat kan. Soms zijn het hele confronterende berichten. We zitten allemaal in het transformatieproces. In het collectief. Dus er gebeuren pittige dingen. En vooral ook je eigen schaduw komt bloot te liggen. En dan komen we gelijk bij de schaduw.
schaduwgedrag van de mens is uitstellen en luiheid. Luiheid ten aanzien van persoonlijke groei, ontwikkeling, heling. Eigenlijk je verlangt naar een ander leven. Je verlangt naar je hart te volgen. Vervolgens blijf je achteroverleunen. En heb je zoiets van, nou, ik heb het allemaal wel gemaakt. Ik heb het allemaal wel gezien. Zelfgenoegzaam. Arrogante ego. Hè? Voel je niet aangevallen. En als je wel aanvoelen gevallen voelt, dan zit daar een innerlijk kindstuk. Want ik ben niet goed genoeg. We hebben allemaal een ego. En dat ego wil ons beschermen tegen pijn, van afwijzing, van verlating, van gevoelens, van ik ben niet goed genoeg. En kritiek, ook al is het opbouwend, ja, dat triggert natuurlijk die gevoelens van ik ben niet goed genoeg. Hè? Daarom kunnen dit soort mensen dan vaak ook niet tegen opbouwende kritiek. Zijn daar bang voor. En dan neemt het zelfgenoegzame ego het over en die zegt, ach, ik weet het allemaal wel. Ik hoef niet te groeien, ik hoef niet te veranderen. Tijd om met cocktailtjes, hè? Misschien drink je ook nog wel aardig wat alcohol. Slofjes en ik kan achteroverleunen. Maar die spiegel, hij heeft een zonnebril op. Maar zijn spiegel naast hem is helemaal aan het barsten, aan het knappen. Dat wil zeggen dat alles wat je zorgvuldig opgebouwd lijkt te hebben, dat dan wel eens helemaal aan het dichtelijk kan vallen. En waarom? Omdat wij zijn hier niet om alleen maar van het leven te genieten en van de korte termijn pleziertjes te genieten. Maar juist om ons ware potentieel, waar deze eigenlijk voor staat, je ware zelf tot expressie te laten komen. En dan de blokkades wegwerken, waardoor je zeg maar niet, waardoor je uitstelt. Ja, lieve Leeuw, begint al goed. Het is pittig. Het is pittig. Schaduwwerk is pittig. Het is wel de enige manier om te veranderen. En kijk, wat we vaak denken is ook met wat we al 3 jaar hebben, hè, dat we belazerd worden door de overheid. En mensen die zich daarin... Ja, deze kan zich daar heel erg bewust van zijn. Maar dan heb je over de buitenwereld behoorlijk wat te melden. Maar je kunt de buitenwereld pas veranderen. Wij kunnen de buitenwereld pas veranderen als wij onze binnenwereld veranderen. Want wij hebben de buitenwereld gecreëerd. En onder andere met een ego zoals dit. Hè, niet het innerlijk werk... willen doen. Oké. Okay. En het is het angstige ego, hè. Het is... Die zorgt voor dat verzet. Je beschermingsstrategie. Ik en mijn afweermechanisme. Anna Freud heeft de 10 daarvan op een rij gezet. Je kunt dat googlen. Ik en mijn afweermechanisme. Dat is vaak ontkenning... Net doen alsof er niks aan de hand is. Intellectualiseren. Er zijn er 10. Dus kijk daar maar eens naar. De 10. Oh, ik en mijn afweermechanisme. Oké, de Leeuw. Schokkende ervaringen kun je krijgen. Leeuw. Want jij moet jezelf gaan ontmoeten. Ontmoet jezelf. Waarschijnlijk ben je behoorlijk op de vlucht. Voor wat zich in jouzelf afspeelt. En dat is rijp. Het moet losgelaten worden. Het oude zeer. De oude patronen. De oude geloofsovertuigingen. Hè? Maar ook vooral op die oude pijnen. Oké, okay. Vertrouwen. Je wordt de illusie
Oh, ja. Zogenaamde wereldverbeteraar. Maar zonder voldoende bewustzijn. Maar het begint te dagen. Speelsheid is helemaal weg. Uit je leven. Want eigenlijk ben je zelf star, stijf, streng geworden. En een iemand die denkt de wereld te kunnen verbeteren. Maar niet, zelf niet het innerlijk werk voldoende doet. Dus jouw eigen onschuld van de dwaas, de puurheid, die uiteraard nog in jou zit, maar dat je ook je intuïtie durft te volgen, die ligt in het onbewuste. En in het onbewuste zitten onze onverwerkte pijnen, maar ook onze talenten en onze lichtkant, die dus niet tot uitdrukking kan komen. Kijk, ik zal deze, die sta stijf streng en je hebt geen enkele speelsheid in je leven, laat je meer toe. Dus dat kan ook zijn dat je heel stijf, star, streng voor jezelf bent, maar dus ook voor anderen. Met heel veel moraal. En dat hoeft geen christelijk moraal te zijn, dat kan ook New Age moraal zijn. Of atheïstisch moraal, of wat dan ook. Kijk, in ieder geval, zeg deze. De Bodhidharma stijgt ver uit boven de zedenpredikers, de puriteinen, de zogenaamd goede mensen, de wereldverbeteraars. Maar de Bodhidharma is tot op de bodem van het probleem gegaan. Als er geen bewustzijn in je daagt, is al je moraal lariekoek. En is al je beschaving zomaar een dun laagje dat iedereen kan wegkrabben. Maar als jouw moraal voortkomt uit je bewustzijn, dat begint te dagen, maar er zit nog heel veel illusie. En niet uit de vorm van discipline. Kijk, dit is discipline, hè? Star, stijf, streng. Je moet volgens bepaalde moralistische overtuigingen leven. Ja. Maar als er ook speelsheid bij zit en die dwaas zit erbij. En het ego met zijn afweerstrategie is weg. En jij doet dat vanuit je hoger zelf. Dan kun je met je bewustzijn eigenlijk niks doen wat slecht is. Dan is alles wat je doet goed. Ook al wordt dat door andere mensen misschien niet zo ontvangen. Maar het is puur, het is echt, het is... Ja. Maar de moraal heeft alle levenslust en energie ingekapseld. Binnen de nauwe grenzen van het denken. Daar kunnen ze niet meer stromen. En zo is een echte oude droogbruin geworden. De manier van doen is fatsoenlijk, stijf en streng. En ze staat altijd klaar elke situatie zwart-wit te zien. De vrouw van wolken ligt in ieders hoofd op de loer. Want we zijn namelijk allemaal opgevoed met starre denkbeelden over goed en kwaad, zondig en deugdzaam, aanvaardbaar en onaanvaardbaar, zedelijk en onzedelijk. Het is belangrijk te beseffen dat al deze oordelen van het denken alleen maar het product van onze conditionering zijn. Dus... je zit met veel conditioneringen, lieve Leeuw. Maar je begint je bewust te worden. Het sluier van illusie is aan het wegtrekken. Maar dan komt dat kindje tevoorschijn. Dan komt heling aan de orde. Hoe meer bewustzijn je krijgt en dat je de dingen gaat zien zoals ze eigenlijk werkelijk zijn. En dat je niet meer onbewust in die mist van fear, obligation, guilt. Deze ook, hè. Deze starre energieën gaan vaak voor angst, verplichting, schuld. Als je niet aan een bepaalde verplichting voldoet, dan moet je schuldig zijn. Nou denken, ingekapseld. En nogmaals, hij ligt in ieder mens op de loer, deze vrouw van wolken. Waarschijnlijk ben je zelf daar ook slachtoffer van. In het collectief. En ouders, opvoeders. Het wordt tijd dat je een goddelijke visie gaat krijgen. En dat je mensen toe gaat laten in je leven. Die jou zonder verborgen agenda jou de waarheid durven zeggen. Die jou durven te spiegelen. Dat zijn de pure vuurridders. Zonder verborgen agenda, met een hogere visie. Die op dit moment voor jou te intens zijn, omdat het je
in jouw minderwaardigheidsgevoelens spiegelt. Van ik ben niet goed genoeg. En dan zit je gelijk ook weer in de veroordeling naar jezelf. Sta stijf, streng naar jezelf. Wat je dan projecteert waarschijnlijk op die vuren. Dus, maar het is rijp. Het zou mooi zijn als jij dit gaat zien in jezelf. En, want je hoopt dat je harmonie bereikt. Dat je dit, hè, die innerlijke rust, speelsheid. Zie, hier heb je dolfijnen staan, echt symbool voor speelsheid. Die speelsheid is er bij jou niet. Het lijkt wel alsof je van jezelf heel veel moet. Heel veel niet mag. Jezelf heel veel oplegt. Maar tegelijkertijd toch wel een beetje een zenmaster uithangt. En dat je, dat je daar niet naar hoeft te kijken. En dan de mensen die jou dat durven te zeggen zonder verborgen agenda, ja, die krijgen de volle laag. Of de veroordeling terug. Dus het is eigenlijk voor jou heel erg belangrijk om inderdaad om jezelf te gaan ontmoeten. En kijken wat voor moralistische, zogenaamde wereldverbeterende stemmetjes zitten in jouw mentale lichaam. Maar welke emoties moeten nog doorvoeld worden? Welke pijn van het innerlijke kind? Welke minderwaardigheidsgevoelens worden door anderen aangeraakt bij jou? Invloed van anderen. Anderen kunnen zoveel invloed nog op jou uitoefenen, dat jouw minderwaardigheidsgevoelens worden aangeraakt. Ja, terwijl voor jou is weggelegd ook die dwaas, hè, die onschuld, de intuïtie volgen, je hart volgen. Maar ja, je stelt het uit. Ja, en de conclusie is, je sta open voor een hogere visie. En deze zegt ook van vertrouw wat meer op het leven. Want wat jij makkelijk kunt verliezen is het houden niet waard. Dus maak die vrije val in het leven. Hou klampje nergens aan vast. En laat je leiden om te groeien. Deze is ook lui om zeg maar in een oude relatie te blijven. Die eigenlijk niet meer je groei dient. Dat staat in dit boekje. Bijvoorbeeld deze. Dus, zie. Familie. Innerlijk kind. Kijk, kinderen, het spelen, baby. Familiesystemen. Daar moet heling op plaatsvinden. Misschien is je familie, mensen in de familie ook wel heel erg star, stijf, streng, moralistisch. Geloof, maar dat hoeft dus niet christelijk geloof te zijn. Het kan ook een ander geloof zijn, maar het kan ook New Age zijn. Of het kan in ieder geval niet zoals de goddelijke visie is. De goddelijke visie is dat wij hier zijn om te leren. Om niet volgens moraal en dogma's te leven, maar van al je ervaringen te leren. Dat is een heel ander uitgangspunt. En met naar de goddelijke wetten te leren leven dan. He, want, en dat je dan ervaart van, hé, er is een wet van oorzaak en gevolg. En als ik een bepaald gedrag laat zien, of negatieve gedachten heb, ja, dat komt dat naar mij terug. En de wet van vrije wil, dat je anderen niet je wil op kunt leggen bijvoorbeeld. En dat jij ook niet de mond kan worden gesnoerd door anderen. Want dat allemaal consequenties heeft. Kijk, want op dit moment dreig je in een isolement te raken voor wat betreft vrienden en collega's. Maar ook relaties. Ligt op de kop. Als jij hier niet wat aan gaat doen, dan kom je dus echt geïsoleerd. Kijk, die spiegel begint te breken. Dus je gaat iedereen verliezen. Want je kunt je niet meer connecten dan. Mensen gaan daarbij weg. Even kijken. Kijk. Je kan een vriend zijn verloren.
door een misunderstanding. Het is misschien ook een tijdelijke breuk. En wat je dan moet kijken eigenlijk, wat is er gebeurd tussen jou en die vriend? Wat is niet erend geweest? Wie is niet erend geweest? Wie is niet open en niet erend geweest in de communicatie? Zou open en erende communicatie dat kunnen fixen met die vriend? En herinner je, als jij jouw eigen energie en bewustzijn shift, dan kan het ook zijn dat oude vrienden wegvallen. En hoe bewuster jij wordt, hoe meer je er wellicht achter kan komen dat houdingen van mensen niet erend zijn voor jou. Maar aan de andere kant kun je er misschien ook achter komen dat jouw houding niet erend is geweest naar een ander. Maar deze kaart zegt ook een periode van isolement. En kijk, you may be trying to protect yourself from loss. Dus je probeert je te beschermen voor afwijzing, voor verlies, verdriet. Ben je goed genoeg? Het is tijd om daaruit te breken, zegt deze. En jouw ziel verlangt naar van hart tot hart communicatie met vrienden. En take a risk. Neem dat risico. En open je hart. Ja. Maar hiermee sluit je hart af. En hiermee sluit je hart helemaal af. Dus ja, innerlijk kindwerk. Ik zal nog liefdesboomkaart doen. Oeh! Want dit zal in relaties naar voren komen. Ja, vrienden, collega's. Maar ook liefdesrelaties. Ja, om de liefdesbange dans te doorbreken, gaat het niet om een verandering van partner of van vriend, maar om een verandering van het patroon. Als jij het patroon niet verandert, neem je dat mee naar een nieuwe partner of een nieuwe vriend en herhaal jij dezelfde dans. Het veranderen van het patroon gaat altijd over het maken van een diepere innerlijke verbinding. Ontmoet jezelf. Herhaal jij de dans of geef je jezelf een nieuwe kans? Innerlijk kindwerk, dan kun jij jezelf een nieuwe kans geven. Want je hoopt echt heel erg die harmonie en innerlijke vrede in jezelf te bereiken. Maar tegelijkertijd is het ego daar bang voor, omdat het ego weet. Ja, dan moet je ook door intense confrontaties eigenlijk met jezelf. Daarin moet je jezelf ontmoeten, ook met je minder leuke kant. En dat is je moralistische kant en je veroordelende kant. Geboren door minderwaardigheidsgevoelens over jezelf. En die projecteer je dan op anderen. Door je waarschijnlijk meer waard te voelen dan een ander. He, dat is dit ego. Die voelt zich dan meer waard dan een ander. Dus ja, dan krijg je het opgepompte ego eigenlijk. Maar bij beide zit die pijn van afwijzing en verlating. Oké, dat was het, lieve Leo. Er is een uitweg. Ik heb er ook allemaal gezeten. Ik moest er ook allemaal doorheen. En dat is niet makkelijk, maar het is wel noodzakelijk. Als je nog vredig wilt voelen. En ook dat die dwaas, die onschuldige dwaas, dat onschuld weer terug kan keren. Dank voor het kijken. En als jij intuïtief voelt dat je bij mij moet zijn voor je innerlijke kindheling, dan ben jij van harte welkom. Onderaan deze video staat de link naar de gegevens. Fijne maand juli en sowieso tot volgende maand. Bye bye.